Hierbij open ik deze academische zitting aan de Universiteit Maastricht. Allereerst heet ik welkom mevrouw Pomme Ingrid Huberdina Gertrude Simons. Ze zal haar academisch proefschrift verdedigen. Dat is getiteld Unraveling the Triangular Relationship Between Polycystic Ovary Syndrome, Cardiometabolic Disease and De Novo Lipogenesis. It's all in the genes. Ik heet van harte welkom de leden van de promotiecommissie hier aanwezig. En ik zal ook nog introduceren bij u de drie promotoren. Professor Martijn Brouwers, professor Koen Steenhouwer en dokter Olivier Valkenburg. En ik heet ook u hier in de aula van harte welkom en ook de volgers van de livestream. Mevrouw Simons, mag ik u uitnodigen een samenvatting te geven van uw proefschrift? Ja, dank u wel. Beste prorector, beste leden van de promotiecommissie, promotieteam, beste collega's, lieve vrienden en familie. Ik mag de komende paar minuten gebruiken om te vertellen over het onderzoek waar ik me de afgelopen paar jaar mee bezig heb gehouden en wat heeft geresulteerd in mijn proefschrift met de titel Unraveling the Triangular Relationship Between Polycystic Ovary Syndrome, Cardiometabolic Disease and De Novo Lipogenesis. Nou, helaas is de titel in het Nederlands niet veel makkelijker, namelijk het ontrafelen van de driehoeksrelatie tussen het polycysteus ovarium syndroom, hart- en vaatziekte en de novolipogenese. Maar ik hoop deze aandoeningen en met name ook de relatie tussen deze aandoeningen wat verder toe te kunnen lichten en te verhelderen. Nou, het polycysteus ovarium wordt afgekort ook wel PCOS genoemd en is een hormonale aandoening die voorkomt bij vrouwen in de premenopausale fase van hun leven. Dus dat wil zeggen bij vrouwen die in hun vruchtbare levensfase zitten. Het komt voor bij 1 op de 10 vrouwen in deze vruchtbare levensfase en daarmee is het de meest voorkomende hormonale aandoening in deze bevolkingsgroep. Nou, PCOS wordt gekenmerkt door een aantal symptomen, waarvan dit de drie belangrijkste zijn. Het hebben van kiestes of blaasjes in de eierstokken, dat noemen we ook wel een polycysteus ovarium en vandaar ook de naam van de aandoening. Het hebben van hoge hoeveelheden mannelijk hormoon, oftewel hoge hoeveelheden testosteron, wat kan leiden tot klachten zoals bijvoorbeeld overbeharing of acne. En het hebben van een onregelmatige menstruatiecyclus en daarmee gepaardgaand een onregelmatige eisprong, wat kan leiden tot problemen met zwanger raken. Nou, naast deze typerende kenmerken hebben vrouwen met PCOS op latere leeftijd ook een hoger risico om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. We weten niet zo goed hoe dat precies komt. Het kan komen omdat het hebben van PCOS op zichzelf leidt tot een hoger risico op hart- en vaatziekten. En dat noemen we in de onderzoekswereld ook wel een oorzakelijk verband. Nou, er zijn meerdere manieren om te onderzoeken of er inderdaad oorzakelijke relatie bestaat tussen PCOS en hart- en vaatziekten. Een van de meest gebruikte manieren om dat te onderzoeken is door naar een grote groep met patiënten te kijken, in dit geval dus patiënten met PCOS, en deze willekeurig in 2 groepen in te delen. De ene helft van de groep zal vervolgens een medicijn krijgen wat de ziekte, dus in dit geval PCOS, zal genezen, terwijl de andere helft van de groep dit medicijn niet krijgt of een neppil, oftewel een placebopil, zal krijgen. Nou, vervolgens kijken we dan hoe vaak hart- en vaatziekte voorkomt in deze beide groepen. En als we zien dat in de groep met PCOS-patiënten die behandeld is met het medicijn bijvoorbeeld minder vaak hart- en vaatziekte voorkomt dan in de groep met patiënten die niet behandeld is met het medicijn, dan suggereert dat dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen PCOS en hart- en vaatziekte. Nou, helaas is dit type onderzoek best lastig om uit te voeren in PCOS. En dat komt enerzijds omdat we helaas geen medicijn hebben wat de ziekte goed kan genezen. En anderzijds omdat PCOS vaak op relatief jonge leeftijd ontstaat, bijvoorbeeld tussen de 20 en de 40 jaar, terwijl hart- en vaatziekte vaak pas op latere leeftijd ontstaat, bijvoorbeeld boven de 60 jaar. Dan zou de duur van dit type onderzoek ook dusdanig lang moeten zijn dat het vrijwel niet mogelijk is om uit te voeren. Er is ook nog een andere manier waarop we kunnen kijken naar oorzakelijke verbanden en dat is door gebruik te maken van genetisch onderzoek. Nou, genen zijn eigenlijk hele kleine stukjes erfelijk materiaal die aanwezig zijn in vrijwel iedere cel van het menselijk lichaam. Als we naar een grote groep met mensen kijken, dan zullen we zien dat het overgrote merendeel van deze genen identiek zijn tussen mensen. Maar er is ook een klein deel van deze genen die zullen variëren en dat noemen we ook wel genetische varianten. En als gevolg van deze genetische varianten
hebben sommige mensen een erfelijke aanleg om een bepaalde ziekte te ontwikkelen, terwijl andere mensen juist een erfelijke aanleg hebben om beschermd te zijn voor het ontwikkelen van bepaalde ziektes. Nou, dat geldt ook voor PCOS. Dus ook PCOS kent een aantal genetische varianten die ertoe leiden dat sommige mensen beschermd zijn voor het ontwikkelen van PCOS, terwijl andere mensen juist een hoger risico lopen om deze aandoening te ontwikkelen. Als we dus gaan kijken naar een grote groep met vrouwen en we gaan daarin de genetische varianten bestuderen, dan zullen we zien dat dus een deel van deze groep genetische varianten heeft die ervoor zorgen dat er minder vaak PCOS voorkomt, en de andere groep heeft genetische varianten die juist betekenen dat daarin vaker PCOS voorkomt. Daarmee kunnen we vervolgens ook gaan kijken hoe vaak hart- en vaatziekte voorkomt in deze beide groepen. En op het moment dat we zien dat bijvoorbeeld in de groep met vrouwen die genetische varianten bezitten, die leiden tot minder PCOS, ook minder vaak hart- en vaatziekte voorkomt, dan suggereert dat dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen PCOS en hart- en vaatziekte. Nou, dit genetisch onderzoek hebben we ook gebruikt in deel 1 van het proefschrift om te kijken of er een oorzakelijk verband bestaat tussen PCOS en hart- en vaatziekte. We hebben dus eerst gekeken naar genetische varianten die het risico op PCOS verhogen. En vervolgens zagen we dat dat eigenlijk daarin niet vaker of minder vaak hart- en vaatziekte voorkwam dan in de groep met vrouwen die genetische varianten bezitten die minder vaak PCOS ontwikkelden. En dat suggereert dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen PCOS en hart- en vaatziekte. Nou is dat wel interessant, want we weten dus zoals gezegd wel dat vrouwen met PCOS toch vaker hart- en vaatziekte krijgen. En dat kan verklaard worden door het feit dat er een andere factor is die zowel leidt tot PCOS als leidt tot hart- en vaatziekte. Nou, hierin moesten wij denken aan overgewicht, omdat we weten dat in vrouwen met zowel PCOS als in vrouwen met hart- en vaatziekte vaker overgewicht voorkomt. We zijn dus vervolgens gaan kijken naar genetische varianten die het risico op overgewicht verhogen. En daarin zagen we dat in mensen met deze genetische varianten er ook vaker hart- en vaatziekte voorkwam en vaker PCOS voorkwam. En dat suggereert dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen overgewicht, PCOS en tussen overgewicht en hart- en vaatziekte. Nou, toen zijn we gaan nadenken welke lichamelijke gevolgen van overgewicht wellicht deze relatie zouden kunnen verklaren. En daarin moesten we denken aan de lever. De lever is namelijk een centraal orgaan wat betrokken is bij vele stofwisselingsprocessen in het lichaam. Bij mensen met overgewicht ontstaat er vaak vervetting van de lever. En op dat moment functioneert de lever ook anders. Waardoor we dachten wellicht dat we de lever centraal kunnen stellen in dit driehoek. Nou waren wij specifiek geïnteresseerd in een bepaald pad wat leidt tot meer leververvetting en dat heet de novolipogenese. De novolipogenese wil eigenlijk zeggen de vorming van vetten uit suikers wat met name in de lever plaatsvindt. En dat is een proces wat bij iedereen in meer of in mindere mate plaatsvindt. Maar op het moment dat het in overgrote mate aanwezig is, zoals bijvoorbeeld in mensen met overgewicht, dan zal dat leiden tot een aantal negatieve gezondheidsgevolgen. Nou, in muizen is al aangetoond dat een van deze gevolgen is dat het de hoeveelheid van een eiwit in het lichaam, genaamd SHBG, verlaagt. En SHBG staat voor het sekshormoonbindend globuline. En dat is een eiwit wat er eigenlijk bindt aan allerlei hormonen in het lichaam. Wij wilden dus vervolgens in deel 2 van dit proefschrift gaan kijken of we de relatie tussen de novolipogenese en het SHBG-eiwit ook in mensen kunnen aantonen. Nou, dat hebben we gedaan enerzijds door te kijken naar een groep met mensen en daarin te meten hoeveel de novolipogenese er plaatsvindt en te meten hoeveel SHBG-eiwit er in het lichaam aanwezig is. En anderzijds door te kijken naar genetische varianten die de hoeveelheid de novolipogenese verhogen. We zagen dat in mensen met meer de novolipogenese of in mensen met genetische varianten die leiden tot meer de novolipogenese er inderdaad minder van het SHBG-eiwit aanwezig is. En daarmee kunnen we vervolgens ook de relatie leggen met PCOS, omdat we uit eerder onderzoek weten dat op het moment dat er minder van het SHBG-eiwit aanwezig is, er meer actief mannelijk hormoon, oftewel actief testosteron aanwezig is. En dat is zoals gezegd een van de kenmerken van PCOS. In deel 2 hebben we dus eigenlijk de relatie tussen de novolipogenese en PCOS bestudeerd. Nou, tot slot hebben we dan nog de laatste tak van het driehoek. En dat is de relatie tussen de novolipogenese en hart- en vaatziekte.
Ook hier hebben we weer gebruik gemaakt van genetische varianten die leiden tot meer tenovolipogenese. En we zagen in mensen met genetische varianten, die inderdaad dus leiden tot meer tenovolipogenese, dat er ook vaker hart- en vaatziekten voorkwam. Wat suggereert dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen tenovolipogenese en hart- en vaatziekten. Nou, samengevat hebben we dus in dit proefschrift gekeken naar de driehoeksrelatie tussen het polycysteus ovarium syndroom, hart- en vaatziekte en de tenovolipogenese, waarbij we zien dat het hebben van PCOS op zichzelf geen oorzakelijk effect lijkt te hebben op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Wat we wel zien is dat de tenovolipogenese een oorzakelijk effect lijkt te hebben op het risico van hart- en vaatziekten en het risico van PCOS, doordat het de hoeveelheid van het SHBG-eiwit verlaagt. Nou, vervolgens is natuurlijk de vraag, wat moeten we dan met deze informatie? Nou, het zou wellicht in de toekomst kunnen bijdragen aan de kliniek, dus aan, in het ziekenhuis. Doordat op het moment dat we bijvoorbeeld een patiënt met PCOS in de spreekkamer van de gynaecoloog hebben en we meten daarin hoeveel SHBG-eiwit er aanwezig is en we zien dat deze specifieke patiënt weinig SHBG-eiwit heeft, zou dat wellicht kunnen suggereren dat deze patiënt op latere leeftijd een hoger risico heeft op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Anderzijds zien we een patiënt die juist veel van het SHBG-eiwit aanwezig heeft, dan suggereert dat dat deze patiënt wellicht op het lange termijn een lager risico heeft op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Anderzijds geven de bevindingen uit dit proefschrift ook wellicht aangrijpingspunten waarmee we het risico op hart- en vaatziekten en het risico op PCOS zouden kunnen verlagen. Op het moment dat we de tenovolipogenese namelijk kunnen verlagen, zou dat wellicht gunstige gevolgen hebben. Een manier om dat wellicht te bereiken is door leefstijlinterventies. We weten namelijk dat in mensen met een gezonde leefstijl er ook een gezonder gewicht ontstaat, wat gunstig is voor de hoeveelheid tenovolipogenese en daarmee gunstig lijkt te kunnen zijn voor hart- en vaatziekten en PCOS. Collega's van mij hebben ook onderzocht dat vruchtensuiker, zoals die aanwezig is in bijvoorbeeld frisdranken, een ongunstig effect heeft op de hoeveelheid tenovolipogenese. Het beperken van de consumptie van vruchtensuiker zoals die gevonden wordt in frisdrank zou wellicht ook kunnen bijdragen aan het verlagen van het risico op hart- en vaatziekten en PCOS. En tot slot zijn er ook een aantal studies gaande die aan het onderzoeken zijn of ze specifiek tenovolipogenese kunnen remmen. Op het lange termijn zouden deze medicijnen wellicht ook gunstig kunnen bijdragen aan het verlagen van de risico's van hart- en vaatziekten en PCOS. Nou, vooralsnog zijn dit wel vooral dingen die in toekomstige studies verder onderzocht moeten gaan worden. Maar het is wellicht interessante toekomstmuziek. Daarmee wil ik u graag danken voor uw aandacht en geef ik het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, mevrouw Simons, voor deze heldere uiteenzetting over uw proefschrift. De oppositie die zal worden geopend door de voorzitter van de beoordelingscommissie, professor Mark Spaanderman. Hij is hoogleraar verloskunde, verbonden aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus en het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Professor Spaanderman. Dank u wel, meneer prorector. Geachte kandidaten, ik wil u feliciteren met het gereed komen van dit lezenswaardige werk. Ik heb het met echt heel veel genoegen gelezen, niet één keer, maar twee keer. Ik wil in die felicitaties ook graag uw promotieteam meenemen. Ik wil ook het publiek er een beetje bij betrekken. En om te beginnen wil ik zeggen van, ik vind het heel fijn dat u anders bent begonnen. Dus als gynaecoloog begin je heel vaak vanuit het orgaan te denken en zie je die eierstok voor je en associeert daar vanaf. En u bent andersom begonnen. En vaak maakt zo'n kleine stap opzij en dan opnieuw kijken naar hetzelfde, maakt heel veel dingen inzichtelijk. En eigenlijk heeft u het ovarium in mijn beleving bijna als slachtoffer neergezet en niet als startpunt van het kwaad. Waarvoor dank. Maar u bent ontzettend op zoek gegaan naar causaliteit. En misschien zit er ook een reporter in de zaal. Dus ik vroeg me af, kunt u ons nu meenemen in waarom dat nou zo belangrijk voor u is, dat u op zoek bent naar causaliteit? Kunt u dat uitleggen? Hooggeleerde opponent, dank u wel. En ook fijn dat u het proefschrift met twee keer met veel plezier heeft kunnen lezen.
Ik denk dat causaliteit wel erg belangrijk is, omdat op het moment dat we weten welke richting verbanden aannemen, we ook pas kunnen gaan nadenken over welk aangrijpingspunt we kunnen gaan zoeken voor eventuele interventies om het risico op bepaalde ziektes te genezen. Dus zien we bijvoorbeeld dat PCOS leidt tot overgewicht, nou, dan moeten we PCOS gaan aanpakken. Maar leidt overgewicht juist tot PCOS, nou, dan moeten we eerder overgewicht gaan aanpakken. Dus ik denk dat het daarmee belangrijk is om te weten welke kant de pijl op gaat. Klinkt voor mij verschrikkelijk logisch. U heeft dan wel al een moeilijk startpunt gekozen, hè? Want PCOS, het woord zegt het al, het is slechts een syndroom. En daaronder ligt meer aan verschillende dingen weer. Als u dan zegt, ik wil die causaliteit aantonen, dan had ik eigenlijk verwacht dat u zou zeggen, nou, dan wil ik dat toedienen om het te weten. Wat had u dan toe willen dienen en moet uw zoektocht zich daar dan niet primair op richten? Ja, dan denk ik dat u doelt op een medicijn waarmee we dus PCOS zouden kunnen genezen, om te kijken naar het effect op hart- en vaatziekten. Dan wel een medicijn wat de novolipogenese beïnvloedt, om te bestuderen wat dat doet op PCOS en hart- en vaatziekten. Ja, en waar denkt u dan aan? Nou, voor PCOS, zover ik weet, zijn er geen medicijnen die het hele syndroom genezen. Voor de novolipogenese, er zijn mogelijkheden om het te verlagen. Leefstijl bijvoorbeeld, medicamenten die in onderzoekverband worden onderzocht. Het probleem daarvan is wel dat die vaak ook naast het effect op de novolipogenese ook andere effecten hebben, waarmee het lastig wordt om te zeggen, dit is puur wat we nu zien, is puur het gevolg van de novolipogenese, of dat het gevolg is van andere bijkomende pleiotrope effecten die ook ontstaan door de interventie. En als u nu intraveneus SHBG had kunnen toedienen? Dat zou heel mooi zijn. Was dat niet het meest logische geweest dan eigenlijk bijna? Dat zou heel interessant zijn. Zover ik weet, maar dat wellicht weet u daar meer over, bestaat dat alleen niet. Nee, voor wat ik heb het opgezocht natuurlijk. Want ik dacht, ja, maar het is niet te krijgen inderdaad. Dus, ja. Maar ik kan me voorstellen dat u het kunt ontwikkelen en dan kunt u het echt ontrafelen. Ja, zeker. Ja. In die zoektocht naar causaliteit schrijft u op enig moment, en dat verbaasde me, dat obesitas causaal was verbonden. Gelukkig zei u twee zinnen later, misschien is het onderliggende profiel wat eraan associeert, wat de relatie maakt, de mechanistische relatie. Was dat nou een slip of the pen? Of een toetsenbord? Of was dat serieus dat u denkt dat obesitas het is en niet zozeer het onderliggende cardiometabole profiel of het cardiovasculaire profiel? Ik denk dat overgewicht vaak leidt tot een ongunstig cardiometabole profiel. Dus daarmee zou het een startpunt kunnen zijn, wat dus vervolgens wel leidt in causaal verband tot PCOS. Maar daar zitten nog wel een aantal stappen tussen, waarvan dus de gedachte is dat dat mogelijk ook het gevolg op de lever is die ontstaat bij overgewicht. Ik kijk even met een scheef oog naar de prorector. Ik mag. Dan zou mijn volgende vraag zijn, gelooft u in zoiets als gezond obees? Ja, toevallig is er redelijk recent nog volgens mij wel een artikel ook bestudeerd waarin ze kijken naar obesitasgenen en waarin ze ook wel zien dat er een soort tweedeling bestaat in obesitasgenen met ongunstige cardiometabole effecten en obesitasgenen die eigenlijk geen cardiometabole effecten hebben. Dus ik denk zeker dat dat zou kunnen. Oké, dus wat u zegt is eigenlijk dat als je gezond obees bent, dat geprogrammeerd is. Dat is niet gewoon geluk. Het een sluit het ander denk ik niet uit. En kunt u me vertellen dan welke genen ik op moet gaan letten dan ongezond obese te kunnen onderscheiden? Nee, ik ben bang dat ik dat niet uit mijn hoofd weet. Dan zou ik even het artikel erbij moeten pakken. Oké. Ik ben tevreden met uw antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan de project. Dank u wel, professor Spaanderman. De oppositie wordt voortgezet door professor Harold Schnieder. Hij is hoogleraar genetische epidemiologie aan de Universiteit Groningen en verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Professor Schnieder. Geachte kandidaten, ook ik heb het
proefschrift met veel plezier gelezen en ik wil u van harte feliciteren. Ik vond het erg indrukwekkend en voornamelijk had ik veel waardering voor de grote variëteit eigenlijk aan data en cohorten en onderzoeksdesigns die u gebruikt heeft om toch al die relaties te proberen te ontrafelen. En uiteraard wil ik ook uw promotieteam meenemen in de felicitaties. Ik wilde een van uw paranimfen uitnodigen om stelling 1 voor te lezen. Stelling 1. Polycystic ovary syndrome per se does not lead to coronary artery disease. Rather, de novo lipogenesis seems to be the common denominator for both PCOS and coronary artery disease. Ja, dat is een interessante stelling. En dan wil ik met u gaan naar hoofdstuk 2, waar dat denk ik uit voortkomt. Daar heeft u eigenlijk obesitas onderzocht. Maar u kijkt daar niet naar de novo lipogenese in dat hoofdstuk. Hè? Dat is een Mendelian randomisatiestudie die naar de causaliteit kijkt. Had u dat misschien wel kunnen doen in dat hoofdstuk? Kijken naar welke effecten dan belangrijk zijn als gevolg van obesitas? Hooggeleerde opponent, dank u wel. Ook voor uw reis helemaal naar Maastricht. Idealiter zouden we naar de novolipogenese genen hebben gekeken. Nou is het lastige daarin dat je dan in Mendeliaanse randomisatie vaak gebruik maakt van genome-wide association studies om je gene exposure data te verkrijgen. En die bestaat niet voor de novolipogenese, omdat de novolipogenese enerzijds een vrij moeilijk te meten maat is. En je moet hele grote studies meten om dit soort gene exposure data te kunnen krijgen. Dus daarmee hebben we helaas geen data om een Mendeliaanse randomisatie voor de novolipogenese uit te voeren. Maar heeft u niet juist gevonden dat er een hele mooie marker is voor de novolipogenese? En daar zijn wel DIVAS-studies voor gedaan, toch? Ja, dan doelt u op SHBG wellicht. Ja, zeker. Dat zou, het zou ook interessant kunnen zijn om te kijken in hoeverre SHBG daarin centraal staat. Wat dan wel zo is, is dat de SHBG staat tussen de novolipogenese en PCOS. Maar of het ook tussen de novolipogenese en hart- en vaatziekten staat, is nog iets wat niet heel uitgebreid onderzocht is. Dat zouden we dus kunnen doen. Des te meer reden om er naar te kijken, ja. Zou ik zeggen, ja. En heeft u een idee hoe dat binnen zo'n Mendelian Randomization Framework zou kunnen? Ik denk vergelijkbaar met hoe we dat in hoofdstuk 2 hebben gedaan. Dus door gebruik te maken van gene exposure data in de vorm van gene SHBG data. Met dan vervolgens PCOS en hart- en vaatziekten als uitkomstmaten. Ik doel hem eigenlijk meer op een bepaalde vorm van analyse die u ook in hoofdstuk 6 heeft gebruikt. Mediatie. Maar dan in dat framework van Mendelian randomization, dat is ook mogelijk door middel van multivariabele MR, daar zat ik aan te denken. Nou heb ik gezien dat u concludeert dat SHBG is causaal hè, voor PCOS en type 2 diabetes. Mm-hmm. Nou, we hebben recentelijk ook gekeken naar SHBG. En wij vonden dat juist hoge niveaus van SHBG een risico vergroten op intracraniaal aneurysma. En dat is eigenlijk net gepubliceerd. En dat is een beetje. Gaat een beetje. Beetje counterintuitive, hè? Want hoge levels zou je zeggen dat is meer gezond of dat is gunstig. Heeft u hier een verklaring voor misschien? Wij vonden het alleen in vrouwen trouwens, niet in mannen. Dat zie ik ook vaak in mijn proefschrift terug. Of ik een verklaring heb waarom SHBG, hogere SHBG leidt tot intracraniële aneurysma, zou ik zo niet durven te zeggen. Ik ben ook niet zo heel bekend met intracraniële aneurysma's. Maar als dat inderdaad ook gepaard gaat met ongunstige vaatstatus en dergelijke, dan zou ik inderdaad het tegenovergestelde verwachten. Tenzij er nog andere factoren betrokken zijn
hormonale factoren wellicht die bijdragen aan dat risico. Ja, want dat seksen-effect is ook fascinerend, hè? U zegt, u vindt dat ook meerdere keren in uw proefschrift. Verschillen tussen mannen en vrouwen. En dat SHBG, dat bindt niet alleen aan testosteron, maar ook aan... ook aan de oestrogenen, ja. Oestrogenen, hè? Is daar misschien nog een verklaring? Ja, dat zou zeker kunnen. Wat wel zo is, is dat het effect van of de binding van SHBG aan testosteron is vele malen groter dan aan dat van oestrogenen. Testosteron is ook, als we dan terugkijken naar PCOS, is dat het voornaamste wat afwijkend is. En oestrogenen in mindere mate, zover ik weet. Dus dan zou het logisch zijn om eerder naar testosteron te kijken dan de oestrogenen. Maar het klopt zeker dat SHBG daar ook effect op heeft. Ja, ja. Kijk even of ik nog... Ik heb nog tijd voor een korte vraag. Ik kan het toch niet laten. Ik vroeg mij af, zit het werkelijk all in the genes? Of wat bedoelt u daarmee? Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat het risico op deze aandoeningen allemaal in de genen ligt. Wat ik daar vooral mee op doel is dat de antwoorden die ik probeer te zoeken in dit proefschrift... voor een groot deel allemaal uit genetische informatie gehaald kunnen worden... omdat we dus daarmee oorzakelijke verbanden bekijken. En hoe komt het nou eigenlijk dat genen nou zo gunstig zijn om oorzakelijke verbanden te bekijken? Nou, het voordeel is dat ze aangeboren zijn. Dus mensen bezitten ze over een hele lange tijd. En zijn hebben veel minder risico om, zoals bijvoorbeeld in observationele studies, beïnvloed te worden door confounding. En daarmee kan je veel makkelijker iets zeggen over het effect van het een op het ander, zonder dat daar een risico is dat er dus confounding bestaat. En zonder het risico dat er ook nog, zoals we dat dan noemen, reverse causation, dus een tegenovergestelde richting effect bestaat. Ja, dat ben ik volledig met u eens, want die DNA-sequentie die verandert niet, hè, in principe. Ik heb nog tijd, kijk. Dan wat ik... verder nog, dus dat SHBG is causaal voor PCOS en type 2 diabetes. En ik vroeg mij af waarom dat nou eigenlijk causaal is. Weet u iets over het werkingsmechanisme? Ja, u heeft gekeken naar testosteron, maar ja. Hoe zit dat nou precies? Denkt nou, u? In het geval van PCOS is het waarschijnlijk causaal omdat testosteron in de definitie van het syndroom zit. Dus dan is het vaak vanzelfsprekend dat er een causaal verband ontstaat. In het geval van type 2 diabetes is dat wat minder duidelijk. De bevindingen in hoofdstuk 6 suggereren dat het echt het gevolg van SHBG zelf is. En niet zozeer het effect van bijvoorbeeld het vrije testosteron, wat ook wordt beïnvloed door wijzigingen in SHBG. Hoe dat dan vervolgens mechanistisch zit, dat zou ik heel graag willen weten, maar ik weet het niet. Er zijn muizenstudies die dat wel onderzoeken. En daarin lijkt SHBG een effect te hebben op bijvoorbeeld lipolyse. Het nadeel van muizen is alleen dat daarin geen systemische SHBG aanwezig is. Dus alle effecten die we daar zien, kunnen we niet één op één vertalen naar mensen. En zijn er al therapeutische opties om SHBG te beïnvloeden? Nou, de pil is een optie die zou mogelijk zijn in het geval van vrouwen. Dat heeft een heel groot effect op de hoeveelheid SHBG die aanwezig is in het lichaam. Maar goed, dat werkt alleen voor vrouwen en dat heeft natuurlijk ook wel weer nadelige effecten. Dus dan zou je toch wellicht andere manieren onderzoeken. Het proefschrift suggereert dat door de novolipogenese te beïnvloeden dat je een effect kan hebben op SHBG in het lichaam. Dus dan zou je specifiek op de novolipogenese interventies moeten inzetten. Oké, ik ben heel tevreden met uw antwoorden. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, professor Snieder. De oppositie wordt voortgezet door professor Maurice Segers. Hij is hoogleraar complexe genetica en epidemiologie, verbonden aan de Universiteit Maastricht. Professor Segers. Beste kandidaat, complexe genetica en epidemiologie. En daar gaat nog net het proefschrift over. Dus ik ben heel blij dat ik ben uitgenodigd om te mogen opponeren. Bij complexe genetica denk ik aan GWAS studies, Mendelian randomization. Daar zie ik een hoofdstuk over, dus daar ga ik natuurlijk iets over vertellen. Of over vragen. Bij epidemiologie denk ik aan causaliteit, en ook daar gaat u juist in. Dus daar ga ik ook mee. En ik ga ook met u dadelijk naar de
naar de systematische review, want dat is ook een van mijn hobby's. En dan pas je het allemaal toe op een ziekte, polycystisch ovarium syndroom, wat ik denk dat echt heel erg relevant is. Dus behalve dat de leuke methodologie gebruikt, waar ik warm van word, dan pas je het ook toe op een hele relevante applicatie. Dus proficiat voor dat, ook promotieteam echt heel mooi gedaan. Het is een bijzondere dag, ik herinner mijn eigen promotie nog, dus geniet er ook echt van. Professor Spaanderman en professor Snieder hadden het er al over, die Mendelian randomization en dan ook die causaliteit. Kun je eens uitleggen waarom Mendelian randomization nou een causaliteitsuitspraak kan doen en niet een correlatie? En misschien kunnen we dat ook linken aan de randomized clinical trial. Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw felicitaties. Dus een Mendeliaanse randomisatie lijkt in bepaalde opzichten heel erg op een RCT. In de zin dat er eigenlijk twee groepen zijn, in het geval van een RCT worden die gemaakt. In het geval van Mendeliaanse randomisatie zijn die zo erfelijk ontstaan. Waarbij de ene groep juist in een RCT behandeld wordt voor een bepaalde ziekte en de andere groep niet. In het geval van Mendeliaanse randomisatie heeft de ene groep meer risico om een ziekte te ontwikkelen, de andere groep juist minder. Dus daarmee heb je de contrast tussen die twee groepen, zoals die in een RCT bestaat, bestaat ook in het geval van een Mendeliaanse randomisatie. En daarmee in een RCT kunnen we dan vervolgens zeggen van, nou, als we veranderingen zien in groep 1, maar niet in groep 2, dan suggereert dat een oorzakelijk effect van de interventie op de uitkomstmaat. In het geval van een Mendeliaanse randomisatie zien we eigenlijk dat die genen die aangeboren zijn en zoals net ook gezegd eigenlijk niet veranderen in de loop van het leven, het risico op die ziekte verhogen of verlagen. En daarmee kunnen we dan ook iets zeggen over wat dat doet op de uitkomstmaat. Maar je pakt eigenlijk de genetische markers als een proxy, ja, voor PCOS en dat is natuurlijk een proxy, dat is niet 100%. Zeker, ja. En hoe kan dat dan tot causaliteit leiden? Want dat is toch geen 100%, daar begint het eigenlijk al mee. Mm-hmm. Lies had de PCOS, zoals in de presentatie zei, willen gebruiken, want dat kan niet. Ja. Hoe werkt dat dan? En ik denk aan drop of compliance in een trial. Mm. Hoe gaat dat dan? De problemen met compliance heb je in het geval van genetisch onderzoek niet. Wat het belangrijkste is dat je kijkt naar hele grote groepen, waarbij de grote groep die juist geen heeft die PCOS verhogen, dus in totaal ook vaker PCOS ontwikkelen dan de groep die die genetische variant heeft. Die dat is het precies. Hè? Dus het is een grotere groep die PCOS ontwikkelt dan een andere groep. Dus dat, wat mij betreft klinkt dat een beetje als een intention to treat analyse, waarbij je toch randomisatie wil behouden. Percentages die zakken wat, maar als je dan maar genoeg power hebt, dan kan je toch die causaliteit houden, want in ieder geval behoud je de randomisatie. Betekent dat dan ook, als je geen associatie vindt, dat er dan ook geen causaliteit is? Of is dat een brug te ver? Ik denk dat dat wel een brug te ver is. Maar dat doet u toch? Dat zegt u toch? De bevindingen suggereren dat inderdaad, dat klopt. Maar ik denk zeker dat er wel een paar dingen zijn waar je wel rekening mee moet houden. Waaronder het feit dat de groepgrootte niet groot genoeg kan zijn. Dus ook in dit geval een powerprobleem. Anderzijds gebruiken we PCOS-genen en dat zijn er slechts 12 uit mijn hoofd. Dat zijn er ook niet zo heel erg veel voor het feit dat het zo'n complex fenotype is. Dus het kan goed zijn dat er nog op een latere moment andere genen voor PCOS gevonden gaan worden, die ook wellicht andere kenmerken van PCOS wat meer zullen omschrijven. En dat als we deze studie herhalen, dat het wellicht alsnog gevonden wordt, zeker voor de wat meer metabolere componenten. Dus zegt u nou, er is, wat ik dacht dat ik in het proefschrift las dat u bewijs had gevonden voor geen causaliteit. Maar zegt u nu eigenlijk, dat is als een slip of the pen, of de keyboard, sorry, dat het een geen bewijs is voor causaliteit? Ik hoop niet dat we suggereren dat er absoluut geen oorzakelijk verband bestaat tussen PCOS en hart- en vaatziekten. Ik hoop en denk dat we in hoofdstuk 2 ook wel benoemen dat het verstandig is om deze onderzoeken te herhalen op een moment dat er wel meer genen aanwezig zijn. Wat we nu zien en de data die we nu hebben, die suggereren inderdaad dat er geen oorzakelijk verband bestaat, maar uitsluiten is altijd erg lastig. Oké, ik neem even mee naar hoofdstuk 8. Ik had eigenlijk nog wat meer vragen hierover, maar dat doe ik toch niet. Dat is een systematische review. En ik gebruikte de Newcastle Ottawa Scale om de kwaliteit of risk of bias of die studies te onderzoeken.
En ik vraag me af of dat de juiste schaal is, omdat dat met name voor cohorten en case control studies wordt gebruikt. En bij genetische associatiestudies maakt het eigenlijk helemaal niet uit of je een cohort of een case control studie of recall bias of noem maar op, heeft hij wel de juiste schaal gebruikt? En wat zijn andere items waar u ook zou moeten kijken in verband met de kwaliteit van die studies? Dus wat meer genetisch-epidemiologische items. Of dit de juiste schaal is, op dat moment dachten wij van wel, wellicht is dat niet zo. Ik denk inderdaad dat we wel tegen een aantal problemen aanliepen in de zin dat, zoals u inderdaad zegt, niet alle items die gescoord worden relevant zijn voor genetische studies. We hebben deze met name gekozen omdat het een case control schaal is en dat geldt voor genetisch risico eigenlijk ook. Je bent een case of je bent een control. Maar ja, daarin missen wellicht wel een aantal zaken die... Ja, er zijn vragen in of correctie voor confounding, vragen over recall bias die eigenlijk niet relevant zijn. Ik geef één voorbeeld, we kunnen misschien andere voorbeelden noemen. Ik kan me voorstellen dat de quality control of de samples bij je genotypering, dat een hele belangrijke variabele zeker is. Ja. Maar wat zijn er andere variabelen die de kwaliteit van je eigen studies kunnen beïnvloeden? Ja, dus de imputation quality, denk ik, waar u op doelt, van de specifieke studie. Ik denk ook de afkomst van de mensen die meegenomen worden in dergelijke studies, of meer Aziatisch, Europees, overige etniciteiten die daarin worden meegenomen, of dat gesplitst is of op één hoop gegooid wordt. Die zou ik wel meenemen, denk ik, als ik zelf een schaal zou moeten maken. Heeft u daar nog naar gekeken, naar die items? We hebben wel naar afkomst gekeken. Dat is in sommige studies werd dat op één hoop gegooid. Dat hebben wij vervolgens dan wel later nog gesplitst om te kijken of er verschil bestaat tussen Aziatische afkomst en Europese afkomst. Ja. Dank u wel. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank, professor Segers. De oppositie wordt voortgezet door dr. Meeks. Zij is universitair hoofddocent humane biologie en verbonden aan de Universiteit Maastricht. Dr. Meeks. Dank u wel. Geachte kandidaat, ook ik wil u feliciteren met een heel mooi proefschrift. Ik heb het ook met heel veel plezier gelezen en natuurlijk ook felicitaties aan het hele promotieteam. Ik vond de studies heel duidelijk beschreven, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik wel nog een aantal vragen heb. En ik zou eigenlijk willen beginnen met hoofdstuk 4. Is al een beetje over gezegd, dus u vindt een omgekeerde associatie tussen de novo lipogenesis en SHBG. U suggereert een causale rol voor de novo lipogenesis, tenminste in vrouwen. En op pagina 76 laat u ook in die figuur die associatie zien. Maar het lijkt mij eigenlijk dat de relatie nogal gedreven wordt door één proefpersoon. Zou u daarmee akkoord gaan? Zeer geleden. Dus met andere woorden, zou u uw hand in het vuur durven steken voor deze associatie? Zeer geleden opponent, dank u wel voor uw woorden. En ik ben nog even op zoek naar bladzijde 76, zei u? Ja, dat klopt. Wat we in hoofdstuk 4 zien is dus inderdaad een verband tussen de novolipogenese en SHBG. Ik denk dat we in hoofdstuk 4, omdat het een observationele studie is, niet kunnen suggereren dat dat een oorzakelijk verband betreft. En dat is ook de reden dat we in opvolgende hoofdstukken daar nog verder naar hebben gekeken. Dan denk ik dat u figuur 4.3 bedoelt met de outlier van proefpersonen. Precies, en dan B. Daar is eigenlijk één persoon die redelijk aan de rechterkant is en die lijkt me nogal die relatie te drijven, om het zo maar te zeggen. Nee. Als die persoon er niet zou zijn, en natuurlijk hebt u statistiek toegepast, maar durft u uw handen in het vuur steken voor deze correlatie? Het kan inderdaad zeker zo zijn dat als deze proefpersoon in deze studie weg zou vallen, dat wellicht het verband anders is. Ik zou alsnog wel zeggen dat er een relatie bestaat tussen de novolipogenese en het SHBG-eiwit, ook omdat we dat in andere hoofdstukken alsnog wel zien. Als ik die andere hoofdstukken niet zou hebben gehad en we zien alleen dit verband, dan zou ik wellicht inderdaad nog even goed naar moeten kijken. Als ik dan bijvoorbeeld naar hoofdstuk 6 kijk, dan lijkt de relatie met totale hoeveelheid vet in de lever sterker, wanneer u de mensen includeert van GSD1A, dus die patiënten. Mm-hmm. Dus ik vraag me af, in welke mate is de hoeveelheid totale vet in de lever belangrijk? En hebt u bijvoorbeeld ook gekeken naar lipolyse die van het vetweefsel komt? Want daar komt eigenlijk toch wel 60% vandaan van het vet dat in de lever zit. En de novo lipogenesis is in iets mindere mate belangrijk, om het zo maar te zeggen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Het totale vetgehalte in de lever
lijkt niet een hele belangrijke voorspeller te zijn van de hoeveelheid SABG-eiwit. Met name ook omdat we bijvoorbeeld in hoofdstuk 6 hebben gekeken naar alle genetische varianten die gevonden worden in een GWAS-studie voor SABG. En daarin zien we eigenlijk genen die leiden tot leververvetting via andere mechanismes dan de novolipogenese zien we niet terug in deze GWAS-data. Wat suggereert dat de totale hoeveelheid vet wat minder belangrijk is. Van de andere kant, op het moment dat je maar een grote groep pakt, dan zal er uiteindelijk wel een verband zijn, omdat de novolipogenese bijdraagt aan de hoeveelheid van leververvetting. Uw tweede vraag ben ik even kwijt. Nee, dat is prima. Maar kunt u dan bijvoorbeeld ook verklaren waarom de novolipogenesis varieert bij een vrouw doorheen de menstruele cyclus, SHBG niet, en het wordt ook niet echt beïnvloed door een maaltijd, wat toch wel vreemd is, of mis ik iets? Nou, het SHBG varieert inderdaad niet gedurende de cyclus en dat komt omdat het een vrij lange halfwaardetijd heeft, alleen 7 dagen. Dus dan zal het weinig effect hebben of er net gegeten is of dat wat de menstruatiecyclus is. Mm-hmm. In het geval van de novolipogenese, wellicht dat wel zo zou zijn. Maar inderdaad, wat u eerder ook zei, er zijn andere paden die ook bijdragen aan het ontstaan van leververvetting, zoals de flux van vrije vetzuren door lipolyse. Dus ik denk dat wellicht daarom de correlatie tussen het een en het ander wat kleiner zou zijn. Maar. Ja, oké, prima. Dan een hoofdstuk 6 nog even. U geeft aan dat SHBG een rol kan spelen bij het ontwikkelen van PCOSS en diabetes. En SHBG, weten we, hangt voor een groot deel samen met een vette lever. Welke mate is nu PCOS ook te voorkomen door leefstijlfactoren? U hebt er al heel eventjes iets over gezegd. Zijn daar cijfers van bekend? Ik denk, wat ik zou denken op basis van mijn proefschrift, is dat het heel erg afhangt van het fenotype van de PCOS-patiënt. Als het een heel metabool fenotype is, waardoor er PCOS is ontstaan, dan zou wellicht inderdaad leefstijlinterventies een gunstig effect kunnen hebben, ook op de kans op zwangerschap en gezonde. Maar ik was een beetje aan het rekenen met de cijfers die u gebruikt in hoofdstuk 6. U zegt een leefstijlverandering, daar was een artikel over gepubliceerd. En een 10 kilogram gewichtsreductie kan leiden tot een verhoging van SHBG van 26%. Mm-hmm. Dat had u ergens beschreven. Nu zijn er toch een aantal dingen die ik dan niet begrijp. Want u zegt, als je oestrogeen toedient, leidt het tot een toename van 320% in serum SHBG, als ik het goed begrepen heb. En dat leidt tot een 21% lager risico van diabetes. Mm-hmm. Maar die 320% is, als ik het goed heb, 12 keer hoger dan wat 10 kilogram gewichtsreductie geeft. Dus dan is er misschien 1-2% vermindering van type 2 diabetes. Of met andere woorden, hoe belangrijk, hoe fysiologisch relevant is, is dat hormoon of is die hepatokine? Dat is een terechte vraag. Als inderdaad het effect van oestrogenen via SHBG loopt, dan zou het dus ongeacht wat de oorzaak is, wel het gevolg van de hepatokine SHBG zijn. Of dat nou uit de lever komt of doordat het via oestrogenen wordt beïnvloed. Dus dan zou ik dat wel verwachten. Het effect, of ik denk tenminste als ik het goed heb, dat uw vraag ook is, is leefstijl dan zinvol om te doen? Ik denk dat leefstijl, als bewegingswetenschapper zou ik zeggen, dus zeker zinvol. Maar de vraag is, wordt het überhaupt gemedieerd als we dan een 26% verhoging van SHBG zien? Komt dat dan daardoor? Want uit de cijfers zou ik zeggen dat die SHBG dan op zich niet zo heel belangrijk is. En dat het misschien een vermindering van diabetes door andere factoren wordt gemedieerd. Ja, dat zal zeker bijdragen. SHBG zou absoluut niet het enige zijn wat bijdraagt aan het risico op type 2 diabetes bij leefstijlveranderingen. En ik denk niet dat ik op basis van de data die ik heb in dit proefschrift kan zeggen in hoeverre het echt relevant is. We hebben natuurlijk wel in hoofdstuk 7 mediatieanalyses gedaan die wel suggereren dat het bijdraagt. Maar ook daar geldt, er zal echt RCT's voor moeten worden uitgevoerd om een ruggetal aan te kunnen plakken. En dat kan ik op dit moment niet. Heel duidelijk. Ik had nog een vraag over die vette lever. Er wordt natuurlijk een heleboel hepatokines worden daar uitgescheiden. Waarom hebt u, en er zijn ook veel hepatokines bekend die tot insulineresistentie leiden, dat soort dingen. Waarom gaat u eigenlijk enkel in op SHBG? En weet u ook andere hepatokines die ook een rol spelen bij PCOS?
Ja, er zijn een hele hoop hepatokines die inderdaad vrijkomen bij veranderingen in levervet. Wij hebben specifiek naar SHBG gekeken omdat dat bijdraagt aan de hoeveelheid testosteron en daarmee een van de belangrijkste kenmerken is van de definitie ook van PCOS. En het in die zin wellicht het meest voor de hand lag om daarnaar te kijken. Insulineresistentie is ook wel een belangrijk fenotype wat voorkomt in PCOS. En daarin kunnen andere hepatokines ook absoluut zeker een rol spelen. Ja, want ik heb natuurlijk even huiswerk gedaan op PubMed. En ik zag bijvoorbeeld dat er hepatokines zijn. Fetchun A, Fetchun B, selenoprotein P, zinc alpha 2 glycoprotein. En die hebben allemaal een rol bij vruchtbaarheid en bij insulineresistentie. En die vruchtbaarheid met de lever, dat heb ik nooit geleerd tijdens mijn opleiding, dat de rol van de lever was. Hebt u daar misschien heel in het kort nog even iets over? Ja, daar mag u echt een kort antwoord op geven. Niet specifiek, nee. Dat is heel erg kort. Dank u wel. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, dokter Mix. De volgende opponent is professor Sharon Lifong. Zij is als gynaecoloog verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Leuven in België. Professor Lifong. Dank u wel, prorector. Geachte kandidaat, ook ik sluit me aan bij de eerder genoemde felicitaties en ook voor het promotieteam natuurlijk. Zoals prorector zei, als gynaecoloog op het fertiliteitscentrum in Leuven ben ik zeer verheugd dat er een klein stukje van de puzzel is toegevoegd in vorm van jouw proefschrift. Wat betreft jouw subtitel is dat natuurlijk een moeilijk antwoord als ik aan mijn patiënten moet uitleggen dat ze moeten afvallen om gezonder zwanger te worden. Dus die ga ik wat achterwege laten. Maar ik wil het met jou hebben over non-alcoholic fatty liver disease. Want je weet waarschijnlijk ook wel dat de prevalentie die jij beschrijft tot 65%, dat ook kan variëren in afhankelijk van welke PCOS-populatie je onderzoekt. En dat tot 90% kan zijn in vrouwen in India die PCOS hebben. Ik vroeg me af, in de studie in hoofdstuk 3, hebben jullie overwogen van dat ook na te kijken in jullie studiepopulatie, kortom wat de prevalentie is in, ja, Leuven is niet zo ver van Maastricht, hè, hoe de prevalentie is in vrouwen bij ons hier in Noordwest-Europa? Hooggeleerde opponent, dank u wel ook voor uw aanwezigheid hier. We hebben in hoofdstuk 3 niet specifiek naar de hoeveelheid leververvetting kunnen kijken. Dat is een studie die gebaseerd is op patiënten die gezien zijn in de kliniek. En daarin meten we helaas niet bij iedereen de hoeveelheid levervet. Oké, en want als je dan kijkt in tabel 3.1 op bladzijde 51, waar je de karakteristieken van je studiepopulatie bekijkt, en we kijken naar percentages van bijvoorbeeld hyperandrogenisme en de subtypes van hyperandrogenisme, hè, de gestegen Ferriman-Galway score of zelfgerapporteerd vorm van hyperandrogenisme of in de vorm van acne. Dan is dat 46% of de aanwezigheid van polycysteuse ovaria, 76%. Dan is die 65% van zo'n non-alcoholic fatty liver disease ook best aanwezig. Moeten we dan zeggen, we moeten overwegen dat ook in de diagnostiek op te nemen? Of we leververvetting in de diagnostiek zouden moeten opnemen, ik denk dat niet haalbaar is. Het is vrij een dure bepaling om te kijken hoeveel levervet er aanwezig is. En ik denk dat het hele metabole profiel, die we ook op basis van andere kenmerken zouden kunnen uitzoeken, wellicht een makkelijkere en wat breder draagbare manier is om te kijken wat het metabool profiel is van patiënten. Dus dan bijvoorbeeld dus overgewicht, maar wellicht dat ook SHBG daarin een rol kan spelen. Omdat we dat nu, zover ik weet, niet heel actief betrekken in het onderzoek van de PCOS-patiënt. Dus je advies zou zijn SHBG wel meten, maar leververvetting is wat moeilijker. Want ik heb natuurlijk ook eens gekeken van hoe moet ik dat dan nakijken, hè, dat NAFLD. Maar ik vind daar eigenlijk niet een consensus of een internationale definitie. Wat heb jij daarover teruggevonden? Of wat zou jouw advies zijn? Nee, dus ik zou denk ik in de kliniek dat niet doen, omdat de manier waarop wij leververvetting meten is door gebruik te maken van een magnetic resonance spectroscopy, een type MRI-scan, dat duurt toch wel zo'n 3 kwartier voordat dat helemaal rond is. Dat is vrij veel werk, denk ik, als er zeker ook gezien de prevalentie van PCOS, om dat bij iedere patiënt uit te moeten voeren.
De definitie van non-alcoholic fatty liver disease is over het algemeen gesteld op dat ongeveer 5% van de hepatocyten vervet zijn. Maar wil dat dan zeggen dat alle prevalenties die in de studies, talrijke studies zijn beschreven, dat dat dus geen eenduidige diagnostiek naar is gedaan? Dat in het onderzoek bedoelt u? In de literatuur algemeen, niet in jouw, in jouw studies neem ik aan dat dat op een eenduidige manier is gebeurd, maar in de internationale literatuur? Nee, er zit toch best wel veel variatie in hoe inderdaad leververvetting wordt gemeten. Omdat er ook iets is wat ontwikkeld in de loop der jaren, dat er meer duidelijkheid over komt hoe we dat het beste kunnen gaan meten inderdaad. Okay. En dus dat wordt dan lastig om dat bij iedereen te doen, als ik het zo begrijp. Dus opnemen in de diagnostische criteria, dat zou ook een stap te ver zijn voor jou. De diagnostische criteria voor PCOS natuurlijk heb ik het over. Ja, dat denk ik wel. Oké, okay. Goed, dan laten we dat achterwege. goed, ik wou nog vragen, ik neem aan dat ik nog tijd heb, over diezelfde studie in hoofdstuk 3. Beschrijf jij in je discussie dat er mogelijk zijn in de pathogenese van PCOS twee pathways kunnen zijn met meer nadruk op de reproductieve kenmerken en anderzijds meer de metabole kenmerken. Als er nu iemand komt met puur, die ik gelukkig het meeste zijn, de puur reproductieve kenmerken, die dus niet per se obese is, zou jij dan adviseren van dat ik daar verder geen screening naar metabole parameters moet doen? Van jouw bevindingen? Dat zou ik denk ik niet adviseren, omdat ik denk wel dat het belangrijk is om enerzijds het uit te sluiten dat dat niet al op dat moment dat de patiënt in uw spreekkamer zit al speelt. En anderzijds zijn dit ook wel patiënten die toch een hoog risico lopen om het op latere leeftijd wel te ontwikkelen. En op basis van mijn studies kan ik niet per se uitsluiten dat mensen met meer de reproductieve PCOS zeker geen metabole stoornissen gaan ontwikkelen op latere leeftijd. Dus daarin lijkt me een screenend metabool onderzoek wellicht ook nuttig. Oké. Okay. Ik ben tevreden met mijn antwoord. Ik geef het woord terug aan de prorector. Een klein vraagje. Klein vraagje met een kort antwoord. Kan allicht moeilijk. Ja. Wat verwacht jij als jij twee patiënten hebt met zo het ene profiel, met de reproductieve uitkomst en de metabole kenmerken? Wat verwacht jij als wij de patiënt helpen om zwanger te worden? Wat verwacht jij in hun zwangerschap? Zou jij die gewoon ook dezelfde screening aanbieden? Tijdens de zwangerschap? Ja. Dat is een lastige vraag, want daar weet ik niet zo heel veel van af. Ik denk als het een patiënt is die nog zwanger wil worden op het moment dat er meer een metaboolprofiel speelt, dan zou dat het voornaamste aandachtspunt moeten zijn. Bij patiënten met meer een reproductief profiel zou er meer in de vorm van hormonen, LH, FSH-functie en dergelijke, denk ik, bekeken moeten worden. In hoeverre dat vervolgens in de zwangerschap gescreend moet worden op het moment dat het geen metabool, maar meer een reproductief profiel betreft, zou ik niet met zekerheid durven te zeggen. Nu, mijn antwoord was meer het screenen naar bijvoorbeeld metabole complicaties tijdens de zwangerschap. Ja, zeker als het een metabool, om het zo maar te noemen, een metabool PCOS is. Het risico op een diabetes gravidarum of iets dergelijks is natuurlijk wel hoger als er inderdaad al een metabool profiel speelt voor de zwangerschap. Maar die screening zou je ook doen bij de mensen met de reproductieve. Ik ga nu wel de discussie onderbreken. We moeten door naar de volgende opponent. Dank u wel. Dank u. De volgende opponent is dokter Peters. Hij is als internist endocrinoloog verbonden aan het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum Plus. Dank u voor het woord, meneer prorector. Geachte kandidaten, uiteraard ook mijn felicitaties. En die zijn ook gericht aan uw team voor dit mooie proefschrift. Uw subtitel luidt It's all in the genes. Wij als praktiserende dokters weten niet wat voor genen onze patiënt heeft. Misschien deels, maar zeker niet. En we moeten ermee dealen. En daarom wil ik ook even daar verder met u over ingaan. Ik wil met name ingaan op hoofdstuk 7. Daarin onderzoekt u cross-sectioneel de associatie tussen intrahepatisch vet en type 2 diabetes. Deze associatie wordt deels gemedieerd door SHBG, het sekshormoon binding globulin. U heeft ook al laten zien in de eerste tabel dat het SHBG-waarden in de type 2 diabetes significant lager zijn. De associatie wordt voor 17% gemedieerd in de mannelijke groep en 50% in de vrouwelijke groep. Ik zat eens even te kijken, de diabetesgroep, dat is wel een groep
die wij in de kliniek niet zo vaak tegenkomen zoals die daar staat in de Maastricht-studie, een redelijk gezonde of redelijk met een goed HbA1c, driekwart heeft geen glucoseverlagende medicatie. Als die associatie in mijn polyklinische setting zou zijn geweest, zou dan dezelfde uitkomsten zijn geweest? Een zeer geleerde opponent. Dank u wel voor uw felicitaties. Ik denk inderdaad dat dit een gezonde, relatief gezonde groep type 2 diabetes betreft. En ik zou wel verwachten dat de associatie daardoor in de kliniek zeker ook op die manier of wellicht sterker aanwezig zou zijn. Dat lijkt mij wel. Okay. U beschrijft het effect dat een stuk groter is bij vrouwen dan bij mannen. Is dat een vooraf te verwachten fenomeen? Nou, op basis van in hoofdstuk 4 en 6 zien we vergelijkbare effecten van de novolipogenese op SHBG. Die zijn met name in vrouwen aanwezig en die zien we eigenlijk niet zozeer of in mindere mate in mannen. Dus daarmee zou ik wel verwachten dat de associatie sterker is in vrouwen dan in mannen. Van de andere kant, het effect van SHBG op type 2 diabetes is volgens mij iets minder uitgesproken. Wel ook, zover ik weet, in het voordeel van vrouwen, in de zin dat zij een sterkere associatie hebben. Dus als je het individueel gaat bekijken, zou je verwachten, denk ik, dat het wel in vrouwen sterker aanwezig is. Er zijn een aantal bidirectionele zaken, beschrijft u, die nog van invloed kunnen zijn, waardoor dit was het maximale effect dat u kon laten zien, dat het misschien nog iets lager zou kunnen zijn. Kunt u daar eens een aantal voorbeelden van noemen die van invloed zouden kunnen zijn op deze mediatie? Zeker, ja. Dus het is altijd mogelijk dat er nog confounding factors zijn die we niet meenemen in onze modellen die we bestuderen in hoofdstuk 7. Anderzijds is het ook zo dat we weten dat, de studies suggereren dat leververvetting een effect heeft op type 2 diabetes. We weten ook uit andere literatuur dat het effect ook de andere kant op gaat. Dus type 2 diabetes heeft ook vervolgens weer een effect op leververvetting. En datzelfde geldt ook voor de relatie tussen de novolipogenese en SHBG. Die hebben we dus in deze hoofdstukken onderzocht. Maar er zijn ook met name experimentele studies die suggereren dat SHBG ook een effect zou kunnen hebben op de novolipogenese. En daarmee zou de relatie tussen deze aandoeningen wellicht bidirectioneel kunnen zijn. En daarmee een soort versterkend vicieuze cirkel vormen. Waardoor het effect wat we zien inderdaad waarschijnlijk het maximale effect is. Oké. Okay. U gaf al even aan, ik ga de vraag niet helemaal opnieuw stellen, maar het mechanisme, hoe dit dan precies werkt. Wat zegt de literatuur daarover? Want u heeft het niet echt onderzocht, maar bieden die nog clues? Er zijn weinig studies die dat echt aantonen of uitsluiten wat precies het mechanisme is daarvoor. Er zijn muizenstudies waarin ze met transgene SHBG-muizen hebben gekeken en daarin zien wat een hoog vetdieet doet op bijvoorbeeld glucosehomeostase. Daarin zien ze dat in muizen met veel SHBG er minder effect is op de glucosehomeostase. Dus daarom lijkt SHBG beschermend te zijn. En ze zien dat in wit vetweefsel dat de lipolyse verhoogd aanwezig is. En daarmee zou dat wellicht toch via lipolyse of op andere mechanismes nog effect kunnen hebben. Okay. Dan wou ik nu even met u naar hoofdstuk 6 gaan. U heeft een tweetal stellingen meegegeven. Stelling 3 is dat SHBG niet alleen een transporteiwit is, hè, zoals het vaak nog wordt gezien. En in stelling 4 wordt gesuggereerd dat SHBG als biomarker kan worden gebruikt, wat u heeft laten zien in uw proefschrift. Ik wil ook een nieuwe stelling voorleggen en dat u daarop mag reageren. SHBG-stijging zal een toekomstige therapeutische doelstelling worden, aangezien SHBG ook als hepatokine kan worden gezien. Een therapeutische doelstelling... Het zou mooi zijn. Ik weet niet of dat alleen op basis van deze studies of ik zover zou mogen gaan om dat te suggereren. Ja, ik denk dat de bevindingen die ik zie, dat die erop wijzen dat het wellicht bij zou kunnen dragen. Maar we weten eigenlijk nog heel erg weinig, zeker ook over de mechanismes en dergelijke. Ik denk dat het wel verstandig is dat we daar wat meer zicht op hebben voordat we het therapeutisch gaan toepassen. En als u nu een blanco sheet krijgt, u gaat een vervolg doen... Wat gaat u doen? Hoe zou u het willen aankleden en wat wilt u precies gaan onderzoeken? Ik denk dat het leuke aan dit proefschrift is wel dat er heel veel kanten zijn die je nog op kan. Ik denk idealiter dat een RCT altijd nuttig is en belangrijk is om naar te kijken. En dan met name in de vorm dat er de novolipogenese beïnvloed gaat worden. En te gaan kijken op uitkomstmaten zoals hart- en vaatziekten en het PCOS-fenotype.
Ja, zoals u ziet, mevrouw Simons, is de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift voorbij. De commissie zal zich nu terugtrekken voor beraad over de kwaliteit van uw proefschrift en de kwaliteit van uw verdediging. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en de resultaat van ons beraad af te wachten.
Mevrouw Simons, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de kwaliteit van uw verdediging. En op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. Hoogleraar professor Brouwers is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor, professor Brouwers. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Pom, Ingrid, Huberdina, Gertrudis, Simons, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Zo, nu we alle formaliteiten hebben gehad, wel edel zeer geleerde vrouwe Simons, nu is het aan mij om jou als eerste te mogen feliciteren, daar sta je dan, gepromoveerd. Op dit soort momenten is het best wel gebruikelijk om stil te staan bij hoe het allemaal begon. Dat is eigenlijk niet zo heel erg lang geleden, in 2016 leerden we elkaar namelijk voor het eerst kennen. Je benaderde mij vanwege een opdracht in de ACO-opleiding. Iedereen moet daar een systematic review schrijven, en jij dus ook. En we hadden een plan gemaakt wat we gingen doen en je ging er ook heel voortvarend mee aan de slag. En uiteindelijk heeft dat ook geleid tot een hoofdstuk in dit proefschrift. Het is ook gepubliceerd, denk ik ook best wel bijzonder, omdat dat al wil te presteren tijdens je ACO-opleiding. In diezelfde periode kregen wij een Europese diabetes-subsidie toegekend. Ik moet je bekennen dat ik in die periode heel erg twijfelde van moet ik Pom nou benaderen voor dat nieuwe onderzoek? Wil zij dat misschien wel doen? Vond je het wel leuk? Want ik kreeg er niet zo goed hoogte van wat vind je er nou van? We hebben besproken en na heel veel wikken en wegen en ook vanwege andere omstandigheden bij de ACO-opleiding heb je besloten om eerst de opleiding af te maken. En ik denk dat dat een hele begrijpelijke beslissing was. Tijdens de co-schappen zagen we elkaar opnieuw. Toen kwam je combi-stage bij ons doen. En de combinatie kliniek en wetenschappelijk onderzoek die ging je waarschijnlijk heel makkelijk af. Je wist dat heel makkelijk te combineren. Toen opnieuw bespraken we om een promotietraject te starten en toen ging je wel van start. We besloten ons te verdiepen in de Mendeliaanse randomisatiemethode om causaliteit te achterhalen. Nou, dat is echt het onderwerp van het gesprek het afgelopen uur geweest. We benaderden toen Steve Burgess in Cambridge om al daar die ingewikkelde analyses uit te voeren. We moesten daarvoor eerst een cursus volgen in Cambridge, daar gingen we samen naartoe. En daar zaten we dan, twee klinici tussen... nerds, die in R aan het programmeren waren. Voor u die niet weet wat R is, dat is een computerprogramma waarbij je een soort van computertaal moet zeggen wat er moet gebeuren. En toen begon ik eigenlijk al te merken dat je het allemaal wat sneller door had dan ik. En ik dacht, ligt dat nou aan mij? Begin ik nou oud te worden? Maar toen kwam corona. Dat betekende nogal wat voor jouw onderzoek. De beoogde analyses in Cambridge die konden niet doorgaan vanwege alle beperkingen die er waren. Jij zat thuis en onze werkbesprekingen vonden noodgedwongen online plaats. Volgens mij hebben we elkaar de afgelopen 2,5 jaar meer online dan fysiek gezien. En bovendien werd je in het voorjaar van 2020 opgeroepen om ook bij te dragen aan de coronazorg in ons ziekenhuis. Jouw eerste werkdag, dat blijf ik bijzonder vinden, ik zal het ook nooit vergeten, jij denk ik ook niet... Het was een avonddienst op een vrijdag, het drukste moment ongeveer van de week op de spoedeisende hulp en ten tijde van de coronapiek. Heel toevallig was ik die eerste avond ook jouw supervisor. Ik denk niet dat ze daarover na hebben gedacht, maar ik bleef jouw supervisor. En menige assistent zou denk ik in zijn broek hebben gedaan van spanning. Ik heb het je overigens niet gevraagd of het bij jou ook het geval was. Maar jij ging, zoals je bent, heel stoïcijns aan de slag. De ene na de andere instabiele patiënt kwam er voorbij. Jij hebt het overleefd. Wij, de afdeling interne geneeskunde, wij zijn jou enorm dankbaar voor die inspanningen die jij voor ons hebt geleverd in die periode. En hoe moest het nu verder met het onderzoek vanuit thuis? Je bleek te ontpoppen tot een autodidact. Ik kan me nog heel goed herinneren
dat je tijdens een van die online besprekingen zei, ik denk dat ik het doorheb. Dit is leuk. En nou, die analyses in Cambridge die waren helemaal niet meer nodig. Je hebt het allemaal zelf uitgevogeld. Je wist ons te overtreffen. En persoonlijk is dat wat ik het leukst vind aan het begeleiden van een promovendi. Dat hij op een gegeven moment meer weet dan wij drieën bij elkaar. Er wordt wel eens denigrerend gesproken over coronadiploma's. Een soort van genadezesje ter compensatie van de zware coronaperiode. Integendeel, jij hebt een coronapromotie waarin je ondanks al deze hindernissen hebt weten te onderscheiden, als een zelfstandig onderzoeker, op een heel complex onderwerp op de raakvlakken van de gynaecologie, metabolisme en hart- en vaatziekten. Dat heeft in 2,5 jaar geleid tot maar liefst 8 originele hoofdstukken, die allemaal gepubliceerd zijn of gaan worden. Dat is geen genadezesje, maar een respect 10. Beste Pom, ik denk dat jij een gave hebt. Je hebt een feeling voor hele complexe analyses. En dankzij jouw medische achtergrond ben je in staat om die resultaten te vertalen naar biologische mechanismen en klinische implicaties. Ik vind je een heel prettig mens om mee samen te werken. Je stelt jezelf niet op de voorgrond. Dat mag je wat mij betreft best wel wat vaker doen. En je hebt oog voor het teambelang. Momenteel ben je in opleiding tot internist in het Elkeliek-ziekenhuis in Helmond en ik heb ook de indruk dat ook dat je wel goed afgaat. Het doet me heel veel deugd dat de wetenschap je hart nog steeds sneller laat kloppen. Je bent betrokken bij ook andere onderzoeksprojecten en die stage in Cambridge die lijkt er misschien toch nog wel van te komen, dus dat is super. Ik hoop van harte met je te mogen blijven samenwerken, zowel op klinisch als wetenschappelijk gebied. Proficiat met het prachtige resultaat, ook namens Olivier en Koen. En in deze felicitaties zou ik ook graag jouw familie willen betrekken. Geniet van deze hele prachtige dag. Dank je wel. Zeer geleerde dokter Simons, beste Pomme. Het is een groot genoegen voor mij om je van harte te feliciteren met het behaalde doctoraat. Ik doe dat ook namens het College van Decanen van de Universiteit Maastricht. En misschien is het ook aardig om een aantal karakteristieken die we in de commissie hebben besproken met je, niet allemaal, maar ik wil wel een aantal dingen eruit tillen. We hebben genoten van een zeer duidelijke presentatie met een hoeveelheid informatie die goed weergegeven is en ook, denk ik, heel begrijpelijk was, zowel voor experts, maar ook voor een algemeen publiek. Je proefschrift hebben we gezien en dat hebben we gelezen en dat hebben we met interesse gelezen. Het is een mooi proefschrift, het is goed van kwaliteit, het is ook heel uitvoerig. En het laat zien een gevarieerde aanpak, maar vooral ook, en dat werd opgemerkt, als het vormt ook een brug, het slaat een brug tussen twee disciplines. Dat heb je natuurlijk in de ACO al geleerd, maar hier is duidelijk getoond dat het dus tussen de interne geneeskunde en de gynaecologie een hele mooie brug slaat. De verdediging was kort en bondig, heel goed, to the point, overtuigend. Dus daar zijn we heel tevreden over. En we willen ook nog een opmerking maken over een compliment, namelijk dat je heel goed kunt luisteren. Zowel tijdens je onderzoek, maar dat hebben we ook gemerkt tijdens de verdediging. Ik wil je daarmee van harte feliciteren. Ik wil ook betrekken bij mijn felicitaties de drie promotoren die tegenover me zitten. Professor Brouwers, professor Steenhouwer en dokter Valkenburg. Gefeliciteerd met het resultaat wat wij vandaag hebben gezien. En natuurlijk wil ik ook bij mijn felicitaties betrekken je familie. Je vader en moeder en de overgeleden van de familie. En behalve de familie ook denk ik dat er een aantal vrienden en collega's in de zaal zitten. Ook die wil ik graag betrekken bij mijn felicitaties. En ja, het laat zien dat veel mensen betrokken zijn bij zo'n onderzoek. En ik zou dus echt nadrukkelijk ook degene die bijgedragen hebben aan je studies en aan het tot stand komen van je proefschrift hiermee geluk te wensen. Ik wil tenslotte, voordat ik deze academische zitting sluit, nog mijn dank uitspreken aan alle leden van de commissie, zowel de proefschriftbeoordelingscommissie als deze promotiecommissie. Hartelijk dank voor jullie vragen, voor de interessante discussies die we gevoerd hebben. En ik wil met name dank zeggen aan de input en de aanwezigheid van de externe opponenten.
Ik verzoek het publiek straks, als ik deze academische zitting gesloten heb, om de zaal te verlaten. Ik zou nog willen vragen aan de naaste familie om nog even te wachten in de hal, want wij nemen als commissie, ik weet dat de receptie niet in dit gebouw is, wij nemen nog na afloop een foto in de hal op de trap en ik zou daar ook graag bij willen uitnodigen de naaste familieleden. Dus dat doen we hier in de hal naast deze aula. Hiermee sluit ik deze academische zitting.